Bent u ondernemer en wilt u werk maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Geeft u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans om hun talenten in te zetten voor uw onderneming? Kies dan voor groepsdetachering via Laborijn. Want daarmee gooit u hoge ogen. We zijn bij Kaak Bakeware. De Kaak Bakeware is een onderdeel van Kaak in Terborg. En we zijn hier omdat we hier de quickscan hebben uitgevoerd en aan de hand daarvan een bedrijfsadvies hebben uitgebracht. En vanuit dat advies is dus functiecreatie naar voren gekomen. En de functie die gecreëerd is, is de functie van operator veegwagen. En Pascal is via Laborijn daar succesvol op gestart inmiddels. De functies ontstaan uit een wens. De wens om naast de mensen in het kantoor, want het is heel normaal dat je kantoor wordt afgestoft, ook de mensen in een fabrieksomgeving stofvrij werken of met zo min mogelijk stof werken. Dat is de wens. En daar hebben we over nagedacht en de invulling voor mij is eigenlijk heel duidelijk. Iemand vinden die in een vrij smalle taakomschrijving zijn werk kan doen, maar door juist die smalle taakomschrijving juist ook de meeste vreugde uit zijn werk haalt. Met Pascal hebben we iemand gevonden die dat ook die vreugde uitstraalt en dat geeft ook weer zijn weerslag op mijn collega's, een schone werkvloer. En die combinatie is eigenlijk voor mij heel gelukkig geweest. En voor mij is er ook eigenlijk helemaal geen andere invulling mogelijk dan het op deze manier te doen. En dat zien we ook straks terug op de werkvloer. Niet twijfelen, doen, hè, want we zitten in de Achterhoek, daar zijn we van het aanpakken. En durven. En even overheen stappen en niet denken meteen van nee, dat is voor ons. Of je nu een klein bedrijf bent, of in welke sector je ook bent, is het niet van toepassing. Ik denk als je rondloopt in je bedrijf, zul je nog versteld staan op welke plekken je nog mogelijkheden hebt.